De Breda'se Motel Reiner komt praten over zijn nieuwe roman. Ilse Donkelaar over de kinderboekenweek en het belang van voorlezen. En mensen vertellen over hun favoriete kinderboek. Presentatie Gert-Jan Kleinpaste. Zo, kijkers en luisteraars, want ik weet op voorhand niet of u alleen luistert of ook kijkt. Welkom bij Via Cultura Weekend Magazine vanuit de Biesboschhal. Vandaag hebben we het eigenlijk helemaal over boeken. We gaan praten over de kinderboekenweek die volgende week woensdag begint. En we gaan praten over een werkelijk prachtig boek. De laatste Goldstein met Motel Reiner. Welkom, fijn dat je hier bent, Motel. Dankjewel, lekker, John. Maar we beginnen even met een... We gaan even inhaken op wat we vorige week deden. Toen hadden we een item over het werfje bij het park Merwestein. En een van de belangstellenden om dat pand te verwerven is de bakkerij van Sander Nobel. En we hebben Sander deze week gevraagd om in een filmpje kort uit te leggen wat hij dan van plan zou zijn. Nou ja, het werfje Merwestein Park. Wij als Nobels Dordrecht hebben daar grote plannen mee. We zouden graag het werfje willen behouden. En dat we die een mooi nieuw leven inblazen in het Merwestein Park. Om het Merwestein Park te verfraaien. Op dit moment staat het werfje, wordt een gedeelte gebruikt voor de onderhoudsmensen. En die het park supermooi onderhouden. De gemeente heeft daar andere plannen mee om het te verkopen of te verhuren. Nou, wij zouden graag willen dat we daar terecht kunnen als Nobels Dordrecht. Om een combinatie van onze beide zaken te kunnen maken. Dus we willen een stukje bakkerij erin doen. En een stukje mooie delicatessen die we hier hebben. Maar ook zeker om een kopje cappuccino te kunnen drinken met een taartje erbij. Om lekker door het park te kunnen wandelen, te kunnen genieten van de mooie natuur die er is en de herten die er rondlopen. Nogmaals, we willen ervoor zorgen ook dat het park niet kleiner wordt gemaakt, maar door het te verkopen. We zouden het ook heel graag willen huren van de gemeente of van de stichting eventueel. Maar alles om het park te verfraaien en de omgeving te respecteren zoals het nu is. Zo, dat was de uitleg van Sander Nobel. Het is best spannend wat er daar met het werfje gaat gebeuren. Volgens mij is nu eerst de lokale politiek aan zet. Dus ik ben benieuwd hoe die toekomst daar gaat verlopen. In ieder geval leuk dat we dit initiatief ook even hebben gezien nu. We gaan maar eens kijken naar de kinderboekenweek. Bart van Aanholt van de bibliotheek. Ja, goeiemorgen. Welkom. We hebben een aantal mensen gevraagd om iets te vertellen over wat voor hen zelf een favoriet jeugdboek is. Dus laten we daarbij jou ook mee beginnen. Wat is jouw favoriete jeugdboek? Dat kan er nooit één zijn, hè? Ja, bibliotheekman, ja. Ja, helaas. Ik had zo graag dat ik één boek had. Dat is het boek, dat ben je klaar voor de rest van je leven. Ja. Maar ja, mij lukt dat dus niet. Ik moet er echt even een aantal noemen. Toen mijn kinderen klein waren, was dat De Kukkelhaan. Kent waarschijnlijk niemand meer. 1000 keer gelezen, die versjes. Mm-hmm. Toen ze ouder werden, boeken van Paul Beagle, Beckman, maar ook Harry Potter. Ja. En ik heb mijn oudste zoon echt nog tot ver op de middelbare school voorgelezen. Dat vond hij heerlijk. Ja. Dat was echt ons moment. Was dat, als ik naar de bibliotheek kijk, dan is het meestal het laatste boek wat ik voorgelezen heb. En dat was vorige week midden in, of 's avonds laat in het donker in het Biesbos met een kampvuur erbij. En dan het verhaal Rood, Rood, Rood Kapje. Ja. En dat was eng voor de kinderen. Ah, dat is, Ik had ook een prentenboek bij me waarin bomen kinderen opeten. Dat heb ik echt wel weggelaten. Dat was veel te eng om daarvoor te lezen. Ja, zo'n groot kapje verhaal, dat ging fantastisch. Ja, je kunt wel je imago als enge man verbeteren met zo'n boek. Maar ja, wat ik meegenomen heb. Biesbos is natuurlijk wel een prachtige locatie om. Het was prachtig. Zo'n hele mooie avond. Je hebt hem bij je. Wat ik meegenomen heb is een boek wat mijn meest favoriete boek is om voor te lezen aan mijn kleinkinderen. Dat is weer de volgende generatie. En dat heet Kek is Tak. En dat is van Carlson Ellis. En ja, ik moet eigenlijk wel een heel klein stukje voorlezen, denk ik, om te laten snappen waarom dat zo'n mooi boek is. Heel klein stukje. Kek is Tak. Zoem een plant. Ik weet niet hoor. Wat voor plant? We zoeken een troubadour. Ja, vraagt dus ikkie. Ja, en even wat plaatjes. Dit is Kek is Tak. Het is inderdaad, het is Nederlandstalig, maar het is gewoon een hele eigen taal en echt alle kinderen snappen wat je voorleest. Ah, heerlijk. Een hele leuke tip. Kinderboekenweek lijkt mij een belangrijke week ook voor de bibliotheek zelf. Ja.
Woensdag de 30ste begint dat. Ja. Gaan jullie nog bijzondere dingen doen? Jazeker. Kijk, kinderboeken lezen, dat doe je het hele jaar. Hè. Dat moet het hele jaar. Hè. Maar gewoon één keer per jaar maken we er een feestje van. Dat is de Kinderboekenweek. Ja, dan vraag je, wat doet de bibliotheek? Dat is veel te uitgebreid om hier uit te leggen. Ik zou zeggen, kom even allemaal naar de bibliotheek. Daar is een tijdmachine. Dat is een boekje, daar staan alle activiteiten in. Alles over het thema van de Kinderboekenweek. En ja, als ik het nu vertel, ben je toch zo weer vergeten. Als je dat boekje leest, dan heb je er een jaar lang plezier van. Ja, en ik zou bijna willen zeggen, als we de mensen naar de bibliotheek laten gaan. Op steenworp afstand van de bibliotheek zit een hartstikke fijne kinderboekenwinkel. Absoluut. De giraf. Ja. Dus ja, ga ook weer eens een kinderboek halen. Ga je kinderen voorlezen. Stimuleer ze om zelf te lezen. Gewoon heel erg belangrijk. Over dat lezen gaan we straks met Ilse van Donkelaar nog uitgebreid met elkaar praten. Ja. Jij in ieder geval reuze bedankt voor Kekstak. Dankjewel. Ja, ik ben reuze benieuwd, dus ik ga het zelf ook zeker even opzoeken. Ik heb nog geen kleinkinderen, maar ik ben sowieso dol op prentenboeken. Ja. Dankjewel. We gaan jouw stoel zo aan Ilse van Donkelaar geven. Ja. Terwijl we dat doen, gaan we even kijken naar een aantal mensen in Dordrecht die wij gevraagd hebben iets te zeggen over hun favoriete jeugdboek. Hallo allemaal, mijn naam is Petra Reinhout. Ik ben directeur van het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. En ik kreeg gisteren de vraag, waar heb jij hele goede herinneringen aan uit je jeugd? En wat las jij heel veel? En ik heb een van de series meegenomen en dat is de Chameleon. Het is een serie die speelde echt vanaf midden jaren 50 volgens mij tot nu zelfs nog. Ik geloof dat ze hem nu nog steeds uitgeven. En het gaat over Sietse en Hielke, twee eenvoudige boerenjongens uit Friesland, uit het fictieve dorpje Lent. En zij beleven allerlei avonturen. Nou, deze boeken spraken mij toen heel erg aan, omdat het over avonturen ging en kattenkwaad uithalen en water, bootjes. Nou, mijn ouders hadden vroeger een boot, dus ook wij speelden altijd met bootjes en daardoor vond ik het heel, heel herkenbaar. De sfeer was altijd, we hebben een probleem en we gaan het met z'n allen oplossen en dan komen we er uiteindelijk weer uit. Dus vandaar mijn keuze voor de serie De Chameleon. En ik heb er drie meegenomen, die heb ik alle drie gelezen. Ik heb ze vanochtend nog even herlezen. Toch leuk, nog steeds om te lezen. Ik ben Ilse van Donkelaar, initiatiefnemer en directeur van Stichting Voorlezen. Je kan wel zeggen, we houden van lezen en we houden van boeken. En nu heb ik een boek meegenomen, mijn allernieuwste aanschaf. Daar zat een aapje op een stokje. Mensen kennen misschien dat liedje wel. Dit is een liedjesboek, maar een heel bijzonder liedjesboek. Want het staat in allerlei verschillende talen. Wat zie ik hier, Nederlands, Engels, maar ook Turks, Arabisch, Albanees. En dat vind ik gewoon heel erg fijn en leuk, want in Dordrecht groeien er best veel kinderen op die meer talen spreken. En dan zeggen wij vanuit de stichting ook van tegen de ouders van lees voor, zing in jouw eigen taal, want hoe beter jouw kind die taal leert, hoe meer ze de taal ontwikkelen en dat ook goed is voor het Nederlands. Dus ik was helemaal blij toen ik dit boekje zag in de boekwinkel en ik heb het gelijk gekocht. Hallo, ik ben Wilma Verhoeven van kinderboekwinkel De Giraf en ik mag dus een lievelingsboek noemen. Ik heb heel veel lievelingsboeken en ik haak aan op het thema van de kinderboekenweek dit jaar. Dat is En Toen, dus het gaat over geschiedenis en ik heb een boek uitgekozen van de Nederlandse schrijver Rob Ruggenberg. Het is ook zijn laatste boek, want hij is helaas dit jaar overleden. Het boek heet Offerkind en het speelt zich af in het land waar wij nu wonen. Het heette alleen toen nog geen Nederland en het was hier eigenlijk alleen maar moeras. En dit boek is een heel spannend, avontuurlijk boek over een meisje van een jaar of 13. En die moet vluchten uit het gebied waar ze vandaan komt, want er hangt een straf boven haar hoofd. En ze stapt in een kano en ze gaat samen met een jongen. Vaart ze door de moerassen heen op weg naar zee, want daar zou ze het geluk kunnen vinden. Ze wordt achtervolgd door de jonge wolven,
de titel slaat op een stam waar ze langskomen, waar nog kinderen geofferd worden. Dus ze maken van allerlei spannende dingen mee. Het zijn boeken voor kinderen die van avontuur houden. Prachtig voorleesboek is het. Voor de goede lezer, want je ziet al, het is best een dik boek. Ook een heerlijk boek om zelf te lezen. En wat ik al zei, het is een historisch verhaal. Rob Ruggenberg schreef altijd historische verhalen. En dit is dus zijn nieuwste. En ik vind het een grote aanrader. Zo, dat waren de eerste drie filmpjes van mensen in en om Dordt die iets vertellen over hun favoriete jeugdboek. En mijn favoriete als ik zo hier rechts en links naast me kijk, dan wij zijn wel van de generatie Chameleon. Heb je ze niet gelezen? Ja. Terwijl we ook hier een waterrijke omgeving hebben, Ilse. Ja, ja. Als we dan even gaan kijken, jij staat ook in een van de filmpjes. Wat mij bijblijft uit dat filmpje is dat je het belang onderstreept dat het heel goed is voor kinderen met een andere moedertaal, zal ik maar zeggen, om vooral eerst goed in die moedertaal te zijn, omdat dat helpt om ook een andere taal te verwerven. Zeg is van in welke taal een kind opgevoed wordt, in die taal moet voorgelezen worden. Dus sommige kinderen worden in één taal opgevoed, het Nederlands. Sommige kinderen worden in twee talen opgevoed. Sommige in drie. Mm-hmm. En in al die talen zou je moeten voorlezen. Ja. En dat vond ik zo leuk aan dat boekje wat ik ontdekte. Dat kan dan ook, zeg maar. Dan heb je een boekje waarin heel veel verschillende liedjes zijn. En wat ook leuk is voor eentalige kindjes, om in aanraking te komen met die verschillende talen. Zeker. En de kinderen pakken volgens mij heel snel ook talen op. Ja, absoluut. Als ze heel jong zijn. Dus, absoluut. Ik heb een achternichtje van nu bijna drie. Ze heeft een Poolse moeder, een Nederlandse vader, mijn neef en een Mexicaanse opa. Ja. En ze praat Pools met haar moeder, Nederlands met haar vader en met ons. En ze praat Spaans met haar opa. Ja. En dat vind ik gewoon heel leuk. Dat kind dat doet dat bijna vanzelfsprekend, zeg maar, lijkt het. Ja. Ja, mijn kleindochters in Singapore krijgen op school Engels en Chinees. Ja. Spreken thuis Nederlands, maar de nanny is Engelstalig. Ja. Ja. Dus drie talen. Drie talen. Ja. Waarbij Chinees in de toekomst waarschijnlijk ook een van de wereldtalen gaat worden. Ja. Ja. Dus je ziet ook in Nederland steeds meer mensen die ook Chinees als vak kiezen. Ja. Dus dat wordt ook steeds belangrijker. Ik zal je meteen ook introduceren. Motel Reijnen, de schrijver van dit meest recente boek, De Laatste Goldstein. En het is niet een kinderboekenboek. Nee. De kinderboekenweek gaat wel over En Toen. Nee. Het is wel een En Toen boek. Ja. Je hebt een voorliefde voor toch ook wat historie? Het is een, dit verhaal haakt voor een deel terug op eigen historie. Het is fictie, maar gebaseerd, geïnspireerd door werkelijkheid, door eigen ervaringen, dingen die in mijn leven en in het leven van mijn voorgeslacht, met name van mijn moeder, zijn gebeurd. Ja. En, dus leidt tot zo'n verhaal waarin zelf de fictie werkelijkheid wordt. Ja, het heeft dus hele autobiografische kenmerken. Ja. Terwijl het wel een fictie. Het is een roman. Het is niet allemaal blijft, waar, maar het had waar kunnen zijn. Ja, dus dan is het aan de lezer wel de uitdaging om er op die manier naar te gaan kijken. Ik las een week of twee geleden een artikel volgens mij in BN De Stem. Ja. Daar was de kop volgens mij ook dat het een monument voor je moeder was. Ja. Kan je daar iets van uitleggen? Daar kan ik iets, ja, natuurlijk, graag, Gert-Jan. Mijn moeder is geboren in Vilnius, Litouwen. Jodin, dus Joodse ouders, heeft daar de oorlog meegemaakt. Als jong meisje, 15 jaar was ze toen de oorlog, 39 daar begon. Heeft in het ghetto gezeten met haar ouders tot 1941, toen is dat ghetto opgeheven, zijn mijn grootouders verdwenen.
vermoord, dus zoals zoveel. Ja. Litouwse Joden. Mijn moeder heeft daarna een geschiedenis meegemaakt waar weinig over terug te vinden is, weinig van bekend is ook. Werkkampen, concentratiekamp Stutthof, is uiteindelijk in Breda terechtgekomen omdat haar broer deel uitmaakte van het Canadese bevrijdingsleger van generaal Maciek. Hele grote Poolse divisie, hè? Daar zijn 300 Poolse soldaten, Poolse Litouwse soldaten, zeg maar, achtergebleven. Zijn met Bredase meisjes getrouwd, hebben daar een soort gemeenschap ook wel gevormd, die nog steeds bestaat en actief is. Maar mijn moeder had de pech, ja pech, noem het pech, dat ze bij de geboorte van mijn zusje, zij 32 jaar oud, overleden is. Dus ik heb mijn moeder ook, ik was de oudste 9, nauwelijks gekend. Eigenlijk niet echt goed gekend. Geen echte gesprekken kunnen voeren. Nee. En pas nadat mijn vader overleed, ja dat wordt een heel dramatisch verhaal zo. Maar mijn vader overleed, 20 jaar later, vonden we in de kluis een dagboek. Was nooit over gesproken. Mijn vader kon ook niet over mijn moeder praten. Dat was zat te dicht op zijn ziel, zeg maar. Vonden we een dagboek geschreven in het Ivriet, dus het nieuw Hebreeuws, in de betekenistaal Jiddisch. Spijkerschrift, nou je wordt nieuwsgierig, je wil weten wat daarin staat. En ik wilde zelf ook wel eigenlijk de eerste zijn die dat zou lezen. Die, nou ja, wat mijn moeder dus daarin opgeschreven had. En dat blijkt dus, jaartallen in de marge speelde dat in de oorlog. Mm-hmm. Begin van de oorlog, eerste jaren van de oorlog. Iemand gevonden die dat voor ons wilde vertalen naar het plat Jiddisch. Dat betekent dat je hele rare woordbeelden krijgt. Omdat in het Jiddisch de klinkers niet hetzelfde gebruikt worden als in onze taalgroepen, zeg maar. Dus je krijgt eigenlijk een aantal vertaalslagen voordat je het... Soms lopen dingen in elkaar door, soms ontbreken er een heleboel klinkers in. En, nou ja. Goed, ik ben daar mee aan de gang gegaan, heb een reeks woordenboeken opgezocht, gekocht. Boeken met Jiddische uitdrukkingen, noem maar op. En ben gewoon zelf aan de slag gegaan. Ik heb er 2 jaar over gedaan om het te vertalen, want het moest wat mij betreft dan ook echt, zeg maar, 99% kloppen. Mm-hmm. Dat is gelukt. Ik heb daar een vertaling van gemaakt. Ja, dan heb je een dagboek en dat roept dan toch een heleboel vragen op. Ja. Want het is maar een klein stukje van die oorlogstijd. Wat is er daarna gebeurd? Die verhalen, die kenden wij niet, die kende ik niet. Je hoorde wel eens mensen iets zeggen, geruchten, maar echte verhalen, de werkelijke feiten waren er niet. Ik ben toen zelf maar een beetje de onderzoeker geworden. Mm-hmm. Kilometers op het internet gelezen, gespeurd, heb wel wat dingen achterhaald, vooral feiten, momenten in de tijd. Ja. Maar niet de echte inhoudsverhalen. En daar komt de fictie. Dat is een uitdaging voor mij in ieder geval als schrijver om daar dan een verhaal van te maken. Waarvan ik denk, nou, zo had het kunnen zijn. Ja. Zo zou het geweest hebben kunnen zijn. En ik bedoel, als je leest zit er een hele logische opbouw. Dus die fictie en de autobiografische elementen verhouden zich dan kennelijk toch heel goed tot elkaar. Om gewoon een heel duidelijk en aansprekend verhaal te maken. Het is de zoektocht, zoektocht van Meijer, dat is een jongen van begin de 20. Zijn moeder is overleden toen hij 2 was, een Litouwse Jodin. Ja. En hij wil weten wat er in het leven van zijn moeder gebeurd is en waarom ze nou eigenlijk doodgegaan is. Dus hij gaat op onderzoek uit, komt terecht bij mensen die zijn moeder echt gekend hebben. Vriendinnen uit Litouwen, uit Nederland,
Breda in dit geval natuurlijk. Natuurlijk Breda. Ja, Breda komt in al mijn romans voor. Ja. Het komt geleidelijk aan tot, krijgt wat perspectief in het leven van zijn moeder. Ja. Er komt wat beeld, nog steeds niet heel veel. Maar het is ook een proces van het vinden van zijn eigen identiteit. Ja. De contacten, alle gesprekken die hij heeft, de gedachten, de reflecties leiden ook tot een stuk ontwikkeling van zijn eigen persoonlijkheid. Ja, ja, en even is een dubbele laag dus eigenlijk. En even voor de kijkers en voor de luisteraars die thuis dit programma zien. De laatste Goldstern deed mij ook een beetje denken aan de Joodse erfenis, een boek van Etjo Frank. Dat is dan een Dordtenaar die ook een Joods verhaal schrijft, niet alleen maar inhaakt op de oorlogsperiode, mm-hmm. maar gewoon ook de ontwikkeling in dit geval van Joodse mensen volgt door de tijd heen. Die heeft daar een uitgebreide research ook over gedaan. Die is op talloze plekken geweest om dat heel goed te gaan bekijken en te gaan nazien. Er komen ook in jouw boek wel een aantal plekken voor. Je bent ook op reis gegaan, ook research gedaan. Hoe ziet dat eruit? Ik ben een aantal keren naar Vilnius geweest, afgelopen 10 jaar. Maar daar is eigenlijk helemaal niets meer terug te vinden. Alle Joodse archieven zijn vernietigd na de oorlog door Russen en Duitsers. Ja. Van de 100. Ja, de Baltische Staten, want daar heb je het dan toch over. Ja. Voor hen was eigenlijk de bezetting of de oorlog of de sombere periode decennia later afgelopen dan voor ons. Die hebben heel lang onder die Russische invloed toch ook gezeten. Tot 27 jaar geleden, denk ik. Ja. Maar van de Joden die daar in Vilnius, zeg maar, de hoofdstad, leefden, dat waren er 80.000. Daarvan heeft 2% uiteindelijk, naar schatting is dat altijd, de oorlog overleefd. Dat is natuurlijk helemaal niks meer. Nee, dat is echt. Die stad was half Joods toen de oorlog begon, hoofdstad van Polen. Ja. Daarna was daar niets meer van over. Van de 110 synagoges die er waren in Vilnius, staat er nog één. Die komt dan ook wel in mijn roman voor. Ja. Aan het eind. Maar er is dus heel weinig nog terug te vinden. Ik heb geprobeerd om via bevolkingsregisters informatie te krijgen over mijn grootouders, over eventuele familie, over mijn moeder en haar zussen en broer. Niets te vinden. Mijn familie daar heeft nooit bestaan als je op de documenten moet afgaan. En toch zit ik hier als een klein wonder. Maar er is dus geen enkel bewijs van, geen geboortebewijs, geen huwelijksregister, niets terug te vinden van het verleden van mijn familie. Ja, nou is een andere persoon in de roman is dan ook de Poolse militair, zal ik maar zeggen. Ja. Hoe is daar de research van gegaan? Heb je hem ontmoet? Heb je gesprekken gevoerd? Of was dat niet meer mogelijk? Geruchten niet meer mogelijk. Al jaren geleden overleden ook. Ja. Dus daar speelt de fantasie van de schrijver ook een rol. Ja. En heb je dan in Breda zelf, waar die Poolse invloed er gewoon is en waar die gemeenschap ook nog steeds bestaat. Mm-hmm. Heb je daar veel informatie uit kunnen putten? Nee, niets. Niets. Helemaal niets. Ben ik wel nieuwsgierig. Hoe komt dat dan? Ik bedoel, Het is een tijd waar heel veel mensen die dat meegemaakt hebben, niet graag over praten. Het is grote ellende geweest natuurlijk. Ja. Voor heel veel van die mensen. We hebben daar natuurlijk, omdat mijn moeder zo jong overleed, ook helemaal geen contacten verder met de gemeenschap gehad. Dus wij zijn niet opgegroeid in die Pools-Litouwse gemeenschap. Nee. Ik ken er ook helemaal niemand. Nee, heb er nu beginnende contacten. Sinds gisteren staat op de website van het generaal Majek Memorial staat mijn boek ruim aangekondigd. Nou, daar ben ik heel blij mee. Maar dat is eigenlijk voor het eerst dat we
elkaar ontmoeten. Ja, 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 want jouw wordingsgeschiedenis is gewoon Breda. Ja. Dus, ja, 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 ja. Nou is dit je vierde roman. Je eerdere roman, Breda speelt wel altijd een rol? Nou, een rol. Het is een decor. Het is een decor. Het is een stad waar ik geboren ben, waar ik opgegroeid ben, waar ik het grootste deel van mijn leven gewoond heb en waar ik aan verknocht ben. Ja, ja. Dus op een of andere manier komt het altijd wel als een decor in mijn romans voor. Ja. Ja. Nou ja, ik zou en dat wil ik ook zo volhouden. Ik zou bijna zeggen, het is natuurlijk ook een prachtig decor. Ik bedoel, Breda is net als Dordrecht een hele mooie historische stad met prachtige kenmerken. Ja. Dus dat is wel mooi. Nee, in dit boek bijvoorbeeld is sprake van een kerkhof met een mooi oud gebouw ernaast. En daartegenover is dan de hoofdpersoon Meijer geboren. Ik ben zelf geboren tegenover een kerkhof in een mooi oud huis tegenover. Dus, ja, dus die parallellen zijn er wel. Er zijn ongetwijfeld mensen die het herkennen. Ja, maar zonder nou meteen spoilers te veroorzaken, waarom moeten mensen dit boek echt gaan lezen? Het is, denk ik, een uitermate boeiend, ontroerend boek. En ja, dat moet ik dan. Ik krijg de kans van jou, dus het is gewoon goed geschreven. Ja. Het is een mooie, ik krijg er erg, blij mee, erg veel mooie reacties op al nu deze eerste week. Ik bedoel dat weken. Het is natuurlijk ook, waarom moet je het lezen? Ja, kijk, een boodschap, er zijn al zoveel boodschappen uitgedragen. Er zijn al zoveel auteurs en andere wijze mensen geweest. Dit klinkt alsof alle auteurs wijze mensen zijn. Nee, er zijn al zoveel mensen geweest die die gewaarschuwd hebben voor een herhaling. Dit mag nooit meer gebeuren. Dit mag ook nooit meer gebeuren. Nee, vind ja. ik. Of nou ik ja, daarmee iets toevoeg aan alle moraliteit die al in de samenleving gegooid wordt. Weet nou ja, ik niet. Dat is aan de lezer. Zonder dat het moralistisch is. Ik bedoel, je wordt wel het verhaal ingezogen en je wil weten hoe het Meijer vergaat. Ja. Dus dat is in ieder geval heel goed geslaagd. Je zei zelf. Goed geschreven boek, dat kan ik alleen maar beamen. Hè. Dank je wel. Het is heel beeldend taalgebruik zonder dat het clichématig wordt. Je wordt vanaf bladzijde 1 er echt ingezogen. Dus mijn complimenten daarvoor. Ik heb ervan genoten. Echt de moeite waard. Dus mocht je een keer geen kinderboek, maar een heel mooi boek gaan lezen, kan het je aanraden. Sowieso ben jij een veelzijdig mens, want je maakt ook nog muziek. En het schrijven is na jouw werkzame carrière toch wel echt de hoofdbezigheid, begrijp ik. Ja, passie. Ja. Ja, ja, heel leuk. Dus dank je wel. Dank je wel ook voor de toelichting. Praat ook gezellig mee met hetgeen over de kinderboekenweek en over voorlezen verteld gaat worden. Zullen we eerst nog naar een paar mensen gaan kijken die ook nog iets over hun jeugdboek hebben verteld? Hoi, ik ben Kim. Ik ben stagiaire bij Via Cultura. En mijn favoriete kinderboek is Harry Potter. Omdat ik het een heel erg leuk en meeslepend verhaal vind. En het boeiend is vanaf de eerste bladzijde. Het is bijna kinderboekenweek. En in de kinderboekenweek gaat het natuurlijk om kinderboeken. Nou, dit, De kleur van Kobe, is één van mijn favoriete kinderboeken. Het komt uit 2015. Is geschreven door Jacob Voerman. Getekend door Margreet Joosen. En het gaat over een kameleon, zo'n dier wat van kleur verschiet, dat op zoek gaat naar zijn eigen kleur. En soms, heel soms, denk ik wel eens dat dit prentenboek een sleutelroman is, want Jacob Voerman, de schrijver, heet inmiddels Emma Voerman. Dat gaat over het transgender zijn. Ook een heel boeiend thema, wordt niet uitputtend behandeld, maar wellicht kunnen we daar een andere keer over praten. Hallo, ik ben Kees Ties, columnist bij het AD en ook presentator en samensteller van het programma Kunstmin Live, een theatertalkshow. En mijn favoriete jeugdboeken liggen hier voor me. Dat zijn namelijk de verhalen van Ruud Veenstra over de discus, geschreven ergens in eind jaren 60.
En ik werd daar verliefd op omdat ik als jongetje van 10, 11 woonachtig was in Sterrenburg. En Sterrenburg was nog half in aanbouw en er was eigenlijk niet zo heel veel te beleven. Er was alleen een bibliotheek. En door die bibliotheek ontdekte ik dan al deze boeken van de Discus, de mannen van de Discus. De Discus slaat toe, de Discus in de strijd. Het zijn hele spannende jongensboeken die zich afspelen rondom een groepje mannen uit Friesland. Die met z'n allen een soort Discus hebben uitgevonden die op een soort atoomenergie, heel milieubewust al, werkt. Nou, die boeken zijn tot ver in de jaren 70 nog geschreven. Maar op een gegeven moment ging die schrijver dood en toen hield het ineens op. Nou, dankzij het feit dat ik columnist ben, heb ik de hele serie weer compleet. Want ik schreef een keer in een column dat ik de boekjes zo mis uit mijn jeugd. En ik kon ze nergens meer vinden op de boekenmarkt. En toen schreef iemand mij, je kunt ze bij mij komen ophalen. Nou, dat heb ik ook gedaan. En sindsdien lig ik elke avond met zo'n boekje in bed. En ik moet eerlijk zeggen dat ik s'avonds, voordat ik slapen ga, mijn jeugd weer volledig herbeleef. De Discus, kopen. Nou, dat waren weer drie filmpjes. Ik zat er zelf tussen. Ja. Het is al bekend, ik had dat filmpje gemaakt om onze filmploeg op pad te kunnen sturen als voorbeeldje. Ik schrik wel als ik het dan weer terugzie. Maar vooruit, De kleur van Kobe, ik heb hem meegenomen, is wel een heel mooi boek. Ik weet eigenlijk niet goed of die nog goed te verkrijgen is, maar ik kan het iedereen aanraden. Ja, het is gewoon echt een ontroerend prentenboek met toch ook wel een diepe lading. Dus zeker de moeite waard. Maar Ilse... We gaan maar eens praten over alles wat jij met jeugdboeken en prentenboeken en kinderen en jongeren hebt als het over lezen gaat. Want je zet je daar werkelijk al jaren voor in. Klopt. Met de stichting Voorlezen. Ja. En vorig jaar hebben we ons vijfjarig jubileum gevierd. Dus inderdaad, het wordt alweer jaren. Voor kinderen lezen we voor in de gezinnen thuis. En dat doen we aan kinderen die zelf niet zoveel voorgelezen worden door hun ouders. Of dat hun ouders een andere taal spreken en niet zo goed in het Nederlands kunnen voorlezen. En nou ja, wat ik net al zei, dat vind ik ook eigenlijk helemaal prima. Want ouders dan maar voorlezen in hun eigen taal. En wij kunnen de Nederlandse taal verzorgen in die gezinnen. Deze week hebben we net weer een nieuwe groep opgestart. Dus we gaan weer de gezinnen in. Met alle coronamaatregelen natuurlijk in acht nemend. Maar daar zijn we heel blij mee. En ook de gezinnen zijn er heel blij mee. Ja, en want even in de praktijk, hoe ziet dat eruit? Je hebt een leger aan vrijwilligers dat die gezinnen bezoekt. Ja. Ja, een leger vind ik wat akelige metafoor. Ja, ik dacht, ik probeer een bruggetje te maken met de vorige roman. Maar, ja, precies. Nee, we hebben inderdaad een grote groep vrijwilligers die dat wil. En ook die groep wordt ook steeds aangevuld met nieuwe mensen. En dit seizoen hebben we echt, vind ik heel erg leuk, en dat wil ik ook heel graag meer, jonge mensen. Oké. En in de 20 die dan een studie doen en nu natuurlijk ook heel veel vanuit huis studeren. En die bellen op en die zeggen van, goh, we hebben eigenlijk tijd over. En we vinden voorlezen leuk, dus kan je ons gebruiken? Ja, heel graag, want we vinden juist leuk als we in die voorlezersgroep zowel wat oudere mensen hebben als wat jongere mensen hebben. Want een jonger iemand brengt een andere voorleeservaring mee dan een ouder iemand. Ja. En beide zijn helemaal goed en waardevol. Ja, zeker. En ja. Die voorlezers kiezen die ook hun eigen boeken of bepalen ze dat met het gezin? Hoe ziet dat eruit? Nou, we geven nieuwe voorlezers altijd twee workshops. Interactief voorlezen, van hoe doe je dat? Daar geven we al een heleboel tips van deze boeken zou je daarvoor kunnen gebruiken. En bij de BIEB krijgen ze ook een workshop. En daar krijgen ze een hele tafel voor zich met die de bibliotheekconsulent heeft uitgezocht. En wat wij zeggen is van, kijk naar het kind. Wat is het kind? Waar heeft het zin in? Wat vindt hij leuke thema's om voor te lezen? Wat is het niveau van zijn taal? En wat vind je zelf leuk? Want het is altijd een wisselwerking tussen wat het kind leuk vindt, aan kan en jijzelf. Ja. Want als jij een boek niet leuk vindt, nou alsjeblieft lees het niet voor. Nee, het komt gewoon niet over. En, dus we laten voorlezers vrij in de keuze. We geven wel natuurlijk tips van, ga niet christelijke verhalen of moslimverhalen. Dus hou je buiten, zeg maar, de levensovertuigingen van jezelf. Ja.
Maar je mag natuurlijk wel een kerstverhaal voorlezen of een Ramadan-verhaal als het die tijd is. Maar niet om te overtuigen. Het is geen zendingswerk. Nee, absoluut niet. En het is gewoon zo ontzettend leuk. En je hoort van voorlezers terug, zeker nadat ze een tijdje geweest zijn. Het kind stond al op de wacht. En toen ik binnenkwam, dan het eerste wat ze doen is graaien in de tas. Welke boeken ik wel niet mee heb. Ja. Dus die, ja, wat, en dan zeg ik ook altijd van wat het eerste wat we doen is het plezier in boeken overbrengen. Ja. Dat is, want dat is de basis ook het plezier in later leren lezen. Mm-hmm. En blijven lezen. Ja. Want het plezier zoals we nu met elkaar ook delen. Ja, we zitten hier met mensen die van boeken houden en van lezen houden. En dan zie je al gelijk, vind ik, ogen gaan stralen en een glimlach op de mond. Ja. En dat... niet alle kindertjes kennen dat. Dus dan is het heel leuk om dat zaadje daar neer te planten. Ja, bedoel, ik vind het heel vraag stellen. Ja, natuurlijk. Hoe komen jullie bij je doelgroep? Dus hoe vind je de gezinnen? Waar we komen. Waar je komt. Dat doen we via de scholen. Dus de scholen die vragen ouders van leerlingen, waarvan zij denken van God zou wel heel leuk zijn en goed zijn om dat te doen. Ook kijken ze naar de motivatie van ouders. Want dat vinden wij wel belangrijk, dat een gezin ook echt ja zegt tegen ons project. En dan krijgen wij informatie en dan bijvoorbeeld ook gewoon heel praktisch. Wanneer kan het gezin en wanneer kan de voorlezer? Ja. En die gaan we dan koppelen. Ja, als het via die scholen loopt, krijg je dan vooral jonge kinderen in het bestand? Nou, het project was oorspronkelijk van 2 tot 8. Wat we zien is dat het vooral kleuters zijn die aangemeld worden. Maar nu, sinds dit seizoen, gaan we er een module zeg maar bij doen. En dat is dat kinderen van tot en met de 8e groep aangemeld kunnen worden. Omdat wij zien, en vooral in die coronatijd is dat scherper naar voren gekomen, van het leren lezen. Dat moet thuis ook gewoon geoefend worden. Hè? Ja. Leerkrachten zeggen wel eens van kinderen moeten meters maken in lezen. Willen ze het kunnen en willen ze er ook plezier aan kunnen beleven. Ja. Want het leren lezen en het plezier, dat gaat samen op. Dus en niet alle ouders zijn in staat, of door de taal of door andere dingen, om dat met hun kind te doen. Dus wij gaan nu dat stukje helpen met leren lezen, gaan wij ook aanbieden. Ja. Dat lijkt me heel erg belangrijk. Een ander aspect wat jij heel erg benadrukt, is dat je dat plezier in dat lezen, het plezier in boeken beleven, dat je dat heel graag wil bevorderen. Ja. Lijkt mij reuze belangrijk, want ik lees toch regelmatig in de media dat het lezen als activiteit... bij jongeren heel erg in een dip zit eigenlijk. Ja, het zakt al, en dat vind ik echt heel erg. Het zakt al in groep 7 en 8. Ja. Daar zakt het al. En dan denk ik, daar moeten we met elkaar. Er is nu ook een leesoffensief. Mm-hmm. Het jammere daarvan is dat het vooral op scholen gericht is. Terwijl ik denk, het leesoffensief moeten wij ons ook aantrekken als moeder, oma, tante, buurvrouw. Ga met elkaar. Pak eens een keer die boek en zeg van we gaan eventjes niet op de iPad, maar we gaan een boek pakken. Ja. En ik zelf heb geen televisie in mijn huis. En de kinderen die bij mij komen weten dat. En die vragen er eigenlijk ook, nooit wil ik niet zeggen, maar ze vragen er wel eens naar. En dan zeg ik nee en dan is het dat is waar ook. En dan pakken ze een boek, want ze weten, ik zeg ook wel tegen de kinderen die bij mij komen, dus één vraag waar ik heel moeilijk nee tegen kan zeggen. En dat is, wil je voorlezen? Ja. Daar kan ik bijna geen nee op zeggen. Nee, en dat weten ze. Voorlezen is, wat dat betreft, schrijven is jouw passie, voorlezen jouw passie. Lezen ook hoor. Want ik ben ook zelf een heel erg lezer. Ja. En dat zie je ook bij kinderen die opgroeien in een gezin waar veel gelezen wordt, waar dat heel normaal is, waar dat ook een volwassen activiteit is. Ja. Daar gaan kinderen dat ook wel overnemen. Ja, niet één op één, maar... Als ik dan terugdenk aan mijn eigen rol als vader, ik heb 2 zoons. En de oudste is echt gegrepen ook door boeken. Ja. Bij de jongste moesten we daar vreselijk veel energie in
stoppen. Dus het is ook niet per definitie zo dat als er veeltaligheid of veel boeken in je gezin zitten, dat dan ook meteen weer wordt opgepakt. Wat heb jij daarvan ervaren zelf? Ik denk dat het ook een interesse van het kind zelf is die je moet wekken, die je moet activeren. Ja. Kijk, ik las me te pletter toen ik jong was. Vanaf, denk ik, 8, 9 jaar heb ik altijd gelezen. Ja. En heel veel gelezen. Ik kreeg de bijnaam toen ik 12 was, de professor. Ja. Ik las. Ja. Maar er was geen internet. Er was geen iPad. Nee. Dus als je eenmaal de smaak van het lezen, de spanning van de verhalen te pakken had, Pim Pandoer, Arends Oog en Witte Veder en Chameleon, dat was later. Dan ging je door. Ja. Ook als we nadenken over wat is nou de maatschappelijke consequentie van dat lezen zo inkakt. Ja, heel groot. En ik denk soms dat we dat niet echt goed bewust zijn van wat dat effect is. Want het lijkt zo alsof je met boeken je terugtrekt, zeg maar. Mm-hmm. En dat je niet meedoet aan de wereld, dat je niet effectief bent. Je moet tegenwoordig altijd iets doen met een bepaald resultaat. Maar lezen, allerlei onderzoeken wijzen dat uit, is niet alleen maar voor de woordenschat en de taalontwikkeling, maar is ook voor je sociaal-emotionele ontwikkeling. Want je krijgt verhalen te lezen in je boeken waarin je jezelf herkent of waarin je een spiegel hebt van een leven, een heel ander leven dan dat van jou. Dus je leert je beter in te leven in andere levens. Dus dat niet alleen maar jouw leven de norm is van hoe iedereen moet leven. Mm-hmm. En dat vind ik in de huidige tijd wel eens moeilijk om te zien. Dat sommige mensen zo van, ja, ik zeg het, dus dit is zo en dit moet en dit. En dan denk ik, rustig, niet zo oordelend ook naar de ander. Ja. Iedereen heeft zijn eigen ding, heeft ook zijn eigen waarde voor de samenleving en voor elkaar. En dat leer je heel erg door het lezen en praten van de verhalen en praten over de verhalen die je leest. En wat je moet doen, denk ik, als volwassene, is dat je een kinderen meeneemt in juist dat gedeelte. Dus dat je niet alleen maar lezen neemt om het te leren, maar dat lezen iets is waarin je jezelf kan ontwikkelen. Ja, het is wat dat betreft, het is het instrument om dat plezier en die beleving en die verrijking van je leven mee te maken. Dus het is niet alleen maar de techniek, zal ik maar zeggen. Nee, absoluut niet. En ik heb ook boeken meegenomen waarin je dat dus ook heel erg kan doen met kinderen. En ook met jezelf, want dat merk ik ook zelf. Als je zelf weer boeken leest, nieuwe boeken leest, kinderboeken, dan ga je ook weer dat je denkt van, oh, wat is dit toch mooi. En dan ga ik nadenken van, waarom vind ik dat nou zo mooi? Ja. Wat zegt mij dit nou? En heel vaak in prentenboeken, maar ook in andere kinderboeken, zitten diepere lagen. Dus dan hebben kinderen pakken die eerste laag, maar jij als volwassene kan genieten van die dubbele laag die er onder zit. Ja. En dat is leuk om daarover te praten. En, maar naast het voorlezen van kinderen, even een heel klein zijstapje, doen wij ook voorlezen aan volwassenen. Soms met dementie. Maar laatst heb ik een voorleesavond in het tuinhuis in Sterrenburg gedaan. Mm-hmm. Voor volwassenen. Ja. Ik had aangekondigd van ik ga voorlezen rond de thema's vrijheid, vriendschap en verbinding. En ik had allerlei gedichten en fragmenten uit boeken genomen om daarover te praten. En ik mengde dat, zeg maar, in waarom heb ik deze fragmenten gekozen. Dus waarom zegt het mij wat? En wat zeggen deze begrippen mij? Ja. En er waren 12 mensen en ik was klaar. En het was helemaal stil. Helemaal stil. En ik zei van, goh, heeft iemand behoefte om iets te zeggen? Maar op dat moment was het niet nodig om iets te zeggen, waren ze gewoon helemaal stil. En dan denk ik van, hoe mooi is dat, dat we in deze hectische tijd, met heel veel impuls van allerlei media, toch de
ruimte nemen met elkaar om stil te staan. Ja. Dus het smaakte naar meer, dus wie weet. Ik vind het ook wel een heel mooi voorbeeld dat je dus ook met volwassenen een soort collectieve beleving rondom zo'n thema dan kunt opbouwen. Ja. En dat die beleving ook kan zijn dat je gewoon even heel stil nadenkt, stilstaat bij wat je net gehoord hebt. Dat is eigenlijk wel heel mooi. En ook als katalysator om er met elkaar over te praten. Ja. Ja, maar dan heb je een stukje gemeenschappelijk gedachtegoed door wat jij voorgelezen hebt. Ja, maar dat gesprek hoeft dan niet op dat moment ook. Dat kun je gewoon meenemen en daar lekker over door filosoferen op een ander moment. Ja, en tijdens dat voorlezen was er ook een wat oudere dame die, als ik dan een gedicht of wat had gelezen, dan hoorde ik haar zeggen, je hebt helemaal gelijk, meis. Je hebt helemaal gelijk. En ook dat is een reactie. Ja. Want dan komt het dus binnen met elkaar. En ik doe dat ook met kinderen. Ja. Als ik voorlees aan kinderen, afhankelijk natuurlijk van de leeftijd, maar dan heb je een gesprekje. Ja, ja ik moet ineens denken, ik weet ook niet precies waarom, aan de algemene beschouwing in de Tweede Kamer, waar Gert-Jan Segers een regel van het huwelijk van Elschot noemde. Hmm. En gepareerd werd door Lodewijk Asscher, die even ging uitleggen waar dat echt over ging, dat gedicht. Ja, ja. Dat was ook wel een heel mooi moment, moet ik je zeggen. Ja. Je hebt drie boeken meegenomen. Ja. Zullen we er even naar kijken? Want, dat is goed. Je hebt die niet voor niets bij je en ze vertellen iets ook over wat je allemaal doet. Ja, en ze vertellen ook iets over mij. Dat is ook altijd met boeken zo. Ja. Ze vertellen ook iets over mij. Ik ga beginnen met Prutje. Maar ik heb ook een prentenboek, De Leeuw in de Muis, mee. En Alfabet. Maar Prutje, ga ik mee beginnen. Prutje is voor kinderen, kan je vanaf 8 jaar, 6 jaar, 7 jaar, kan je voorlezen. Vanaf 9, 10 jaar kunnen ze het zelf lezen. Maar voorlezen is heel erg leuk van dit boek. Want waar gaat het over? Nou, je ziet het eigenlijk al een beetje aan de omslag. Er is een zwart deel en er is een kleurrijk deel. Mm-hmm. Het boek begint in het zwarte deel, het moeilijke deel. Want een jongetje groeit op in een hele grijze, akelige omgeving. Moet werken in de fabriek, kinderarbeid, niet goed uitbetaald. En hij denkt, dit is het toch niet, dit leven is het toch niet? Moeten we werken voor een beetje centjes en dan krijgen we roggebrood dat ontzettend zwart en zwaar is? En dus hij denkt, nee, er moet een mooiere wereld zijn. Maar zijn ouders die zeggen, nee, dat is echt waar, dat is niet waar. Wij weten het, er is alleen maar deze wereld. Maar hij gaat op pad. En hij vindt een andere wereld. Hij vindt een mooie wereld. En hij zou ook wel het liefst eigenlijk daar willen blijven. Maar hij heeft zijn broertje meegenomen. En zijn broer, of tenminste, dat broertje is eigenlijk met hem meegelopen. Dus hij kon niet anders dan zonder zijn broertje. Zijn broertje is daar niet gelukkig in die grote mooie wereld. Omdat hij zijn papa en zijn mama en hun grote zus mist. Ja. En hij beslist om toch terug te gaan naar deze wereld. Maar doordat hij dit heeft meegemaakt, kan hij in deze wereld verschil maken. Ja, zo'n maatschappelijk thema, die zo'n spannend verhaal, want ze komen niet zomaar daar in deze wereld en ze komen er ook niet zomaar vanaf. Dat is helemaal niet zeker of dat ook gaat lukken. Ja. Heel erg mooi boek. Want het doet me ook een beetje denken aan een film die ik vroeger ooit heb gezien, waarbij een stel van achter het ijzeren gordijn vlucht naar het Vrije Westen en uiteindelijk terugkeert omdat ze daar niet gelukkig zijn. Dus En wat ik heb trouwens in die avond in Sternburg heb ik ook een stukje van uit dit boek voorgelezen. Zo van, je kan niet, vrijheid, vriendschap, verbinding is niet alleen maar altijd mooi, zeg maar. Want je bent tegelijkertijd vrij en gebonden. Je bent tegelijkertijd vriend, maar misschien ook niet helemaal vriend, zeg maar. Het is nooit het een of het ander. En dat vond ik ook heel mooi in dit boek zijn. Pieter Koolwijk heeft dit boek geschreven. Dit prentenboek, De Leeuw in de Muis, heb ik vorig jaar voorgelezen, of het jaar daarvoor alweer misschien, op de zomerschool. En het leuke is dat ik zag de juf toen, die is nu projectleider van de zomerschool, en die zei van, oh, ik lees het nog steeds voor aan mijn eigen kind. Ik vind het zo'n prachtig verhaal. Dus dat doe je ook, hè, met voorlezen. Je raakt mensen en die denken, oh, ik ga het kopen, want dat had ik net ook met dat boek. Ik denk, oh, ik ga toch eens eventjes goed bekijken of ik dat ook ga lezen.
Dat doe je met door elkaar, door het voortlezen en door met elkaar over te praten. Dit verhaal gaat over de muis en de leeuw, maar de muis... laten we eventjes de leeuw, kunnen jullie het allemaal zien, de leeuw? De leeuw, die denkt dat hij alles kan. Hij is ook de machtigste natuurlijk van het dierenrijk. De koning, hè? Ja, de koning. Maar die muis, die wordt niet gezien en er wordt opgestrapt en gedaan. Maar hij denkt, ik wil ook net zo'n grom als de leeuw heeft. Ik wil ook, maar ja, grom is iets anders dan grom. Dus van wie leer je nou die grom? Dat is door de leeuw. Dus hij denkt, hij piepte, niet klagen, maar vragen. Kom op. Hij kwam uit de schaduw en klom naar de top. Nog nooit in zijn piepkleine muizen bestaan had een muis zoiets vreselijks dappers gedaan. Kijk, daar ligt die leeuw helemaal bovenaan. En de muis, die klimt omhoog. En die staat uiteindelijk neus aan neus. Maar ja, de ene neus is wat groter dan de andere neus. Maar wat gebeurt er dan? Dat had de muis echt werkelijk niet bedacht. Want de leeuw die opent zijn oog en die ziet de muis en die denkt... Hij is ontzettend bang van die muis. Nou, en dan ontdekken ze dus met elkaar dat je dat allebei kan zijn. Je kan en dapper zijn en bang zijn. En dat in elk mens zit. Dat is toch wel een prachtig verhaal. En dan eindigt het met dit plaatje. En dan staat erbij, hij wist het nu ook. Ieder mens, ieder dier heeft diep in zijn binnenste alles in huis. Een angstige leeuw en een dappere muis. Nou, leuk. Ik ben dol op prentenboeken sowieso. Ja, sowieso. Maar dit is dus dit is dan weer een tip voor mij, zou ik bijna zeggen. En dit is ook echt een boek, kan je echt aan alle leeftijden voorlezen. Ja, en het laatste boek, Alphabet Charlotte de Maton. Ik zag dat de kinderboekenwinkel dit boek ook als een van de aanraders had in een van hun filmpjes. Charlotte de Maton is een ongelooflijk goede illustrator. En ze heeft ook het boek Nederland gemaakt. Met allemaal platen over Nederland, waar je ontzettend kan zoeken en kan doen. En misschien is deze wel leuk. Van welke letter is deze bladzijde? De D. Ja, de D. Van de dinosaurus en de draak. En dan ga je op zoek met kinderen naar al die dingen die hier staan. Die heeft allemaal met een D te maken. Ja. Dus kinderen die beginnen te leren dat woorden uit verschillende letters bestaan. Oh, die kunnen hier echt hun Je bouwt aan de woordenschat. En je bouwt aan de woordenschat. Je bouwt aan beleving. En fantasie. Want het kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Ik vind ook ik moet even kijken, dat is bij de beur, die vind ik ook zo geweldig leuk. Want de broccoli ligt op de bank en de bloemkool ligt in de buggy. Dus ze heeft allemaal grappige dingen verzonnen, zeg maar. Wat zit hier ook alweer? Nou, ze heeft ook ergens een beer die balanceert op een berg. Ja gewoon zo fantastisch leuk. En je kan er eindeloos in kijken. En het is echt heel erg een kijkboek dat dan ook weer uitnodigt om daar met kinderen over door te praten. Ja, en je zou ook verhaaltjes kunnen maken met kinderen. Je zou, want er zit ook, wacht, die heb ik nog niet eens laten zien. Er zit ook een letterdief. Even kijken hoor, dit is de letterdief. Want die heeft een rugzak en die gaat alle letters ophalen. En dan aan het eind van het boek heeft hij alle letters gevonden en opgeprikt. Ja. Nou, en wat ik dan heel vaak doe met de kinderen is dat liedje zingen. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, ja, dat is mooi. En het leuke voor mij is dit boek echt voor alle leeftijden geschikt. Omdat je er zoveel verwerkingsdingen bij kunt verzinnen. Want je kunt wat oudere kinderen ook verhalen laten maken met wat ze zien. Dus prikkelt super de fantasie. Superleuk. Erg leuk. Want ik heb een achterneefje van 3 die bij mij komt. Ik heb buurjongetjes van 6, 8, 10. We zitten soms met z'n vijven gewoon allemaal echt helemaal geïnteresseerd in dit boek. Ja. Want voor die oudere kinderen en voor mij zitten soms echt ook moeilijke zoekplaatjes, zeg maar. Want dan is er een aap,
maar die zit bijvoorbeeld op een hele andere letter. Dus dan denk je, nee, het is niet een aap, het zal wel de naam van een aap zijn. Nou, gelukkig zit er een app bij dit boek. Dus als je die downloadt, dan kan je die app, zeg maar, kan je zo scannen en dan zie je alle woordjes die je kan ontdekken. Dus dan krijg je de integratie van die iPad of de smartphone en het traditionele boek bij elkaar. Ja. Dus heel dus, mooi. Dit waren de drie. Okay. Ik heb er nog veel meer, maar dit voor nu. Dankjewel. En we zijn weer door de tijd heen gevlogen. Ik hoop dat jullie naar je zin hebben gehad in deze uitzending. Ja. Mensen thuis, ga alsjeblieft naar de bibliotheek waar Bart van Aanholt ook al op wees. En als je dan toch in die bibliotheek bent, ga naar de kinderboekenwinkel De Giraf. Ga een kinderboek aan. De Kinderboekenweek, 30 september. Voor een hele boeiende week. Dankjewel Ilse, dankjewel Motel. Kijkers thuis, tot de volgende week bij Via Cultura Weekend.